Ja? Hey, hallo. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ja, ik ben Jeroen. Ik ben Bianca. En nou, je ziet het, de Dom achter ons, dus we zijn nu in Utrecht. Oh, je meent het. En wat gaan we doen? Nou, we gaan sowieso naar Museum Speelklok. En ik ben nu ondertussen aan Google Maps'en voor boekhandels. Nou, we zijn al langs minstens één boekhandel gekomen, maar dat was een beetje het soort waar jij ook niet per se heen hoeft. Ja, het zag er heel esoterisch. Dat, ja, dat. Dat hoeft dan ook weer niet. Nee. Maar Museum Speelklok, wat hebben ze daar? Volgens mij speeldoosjes, muziekdoosjes. Muziekdoosjes, oh, nou dat is echt iets voor ons. Wij zijn al van die muziekdoosjes van onszelf. Nou, wat denk jij? Radio eruit en zo'n orgeltje in de huiskamer? Dat past nog niet. Kunnen we beter dan moeten we wat groter gaan wonen. Ja, die dacht ik ook. Ah, dacht die nog deze? Ja, die is ook leuk, maar ik bedoelde die. Ja, wel ene. Ga jij hem bedienen? Ja, dan kun je toch gewoon een elektromotortje op zetten. Dat moet niet zo moeilijk zijn. Alleen, ik zie mezelf niet papierrollen pakken en er allemaal van die streepjes in maken om de juiste muziek eruit te krijgen. Dat niet. Nou, gewoon iets van heavy metal of zo? Heavy metal door een draaiorgel, dat lijkt me interessant. Zullen we graag eens dat hier hebben? When you finally found to me, I feel this symphony bright. Nou, ik vond het leuk om een keer te zien, maar als je echt de beleving wil hebben, zeg maar, dat al die dingen ook even werken en zo, dan moet je inderdaad rondleiding doen. Maar rondleiding met kinderen, dat is niet te doen, want die kinderen die staan tegenwoordig gewoon overal vooraan, dus je ziet gewoon niks meer. Nee, en het halve verhaal was ook echt aan de kinderen gericht. En ik weet niet, ik vond het gewoon niet logisch, want je moest met de rondleidinggroep moesten we wachten omdat haar collega ervoor al bezig was. Nou, dan lopen we iets vooruit, staan we in die andere groep weer. Ja, voor mij zou het ideaal zijn. Gewoon een beetje draaien, dat kan ik wel. Jij wil eigenlijk niet ergens anders wonen dan in Den Haag, maar kan ik je misschien toch overtuigen met de straatnaam hier? Nou, de straatnaam werkt al. Dan moeten we alleen even een mooi huisje vinden. Jongens, maar Hamburgerstraat, kom. Zo, hè? Eindelijk een museum, of niet zo? En heb je het dan over het Nijntje Museum? Of over het Centraal Museum? Ik heb het Centraal Museum. Oh. Staat je goed door dat rood? Wil je ook een zwaan op je hoofd? Kom maar. Is goed, ik ga wel zitten. Kom maar. Ik zet eromheen. Ja. Als je eens een keer geen hoed in de kast hebt, die weet ik wel, pas bij mij vandaag. Ik zag gewoon een zwaan voorbij gaan en dacht, ja. Die zet ik op. Die zit. Say I was born to make music, but sometimes I doubt it. I wonder who really heard me every time I shouted. This is not a game for me, but some people play it every time I hold it in my hands. Somebody takes it like they take a woman's baby. It breaks a mother's heart, like dreams of getting out the hood crumbling apart. Nobody. Wel leuk in zo'n museum dat je toch kunst ziet waarvan je denkt van goh, ik zou dat thuis zomaar aan de muur kunnen hangen. De badkamermuur, dat hem er wel. Maar de badkamermuur is toch ook een muur?
Jeroen zijn portemonnee is niet blij. Want nou, we zijn dus naar Utrecht geweest. Naar musea. En uiteraard komen we terug met spullen. Ja, even shoppen. Dat hoort er gewoon bij af en toe, toch? Kaartje is handig. Want video's, iedereen snapt dat. Dus een papieren zakje. Is ook heel interessant. Heel handig. En het was weer zo'n geval van we gaan een boekwinkel in. Voor mevrouw. Wie komt er met een boek naar buiten? Ikke? Ho, ho, ho. Maar ik heb heel veel boeken gezien. Heel veel goede boeken. Dat denk ik tenminste. Ik denk dat ze goed zijn. Maar ze doen ik het heb allemaal, de zelfbeheersing om ze niet te kopen. Nou, als je het ook zo leuk vindt dat Bianca zelfbeheersing heeft, geef deze video dan even een duimpje omhoog. En dat mag je ook doen als je dit boek leuk vindt. Dat is een boek. Het gaat over Ellen Klein. Mocht je je afvragen wie de fuck is Ellen Klein? Nou, Ellen Klein dat was de manager van de Stones. Eigenlijk de man die ze behoorlijk beroofd heeft. En het schijnt ook dat hij de man is die er verantwoordelijk voor is dat de Beatles uit elkaar gingen. Dus of je nou Stones fan of Beatles fan bent, deze man vind je waarschijnlijk niet zo heel erg aardig. Maar ja, ik ben toch wel geïntrigeerd door het verhaal, dus dat ga ik zeker even lezen. Nou, jij hebt hem al een tijdje. De Fitbit, Bianca had hem al en ik dacht van, nou weet je wat, ik doe het ook gewoon. Ja. Bianca die heeft wel de grootste aankoop gedaan van vandaag. De grootste ook echt. De grootste, ja. Ik heb trouwens ook nog een cadeautje gekocht, maar we gaan niet zeggen wat, ook niet voor wie. Ja, dit is het cadeautje. We zeggen niet voor wie het is. Nou, en ik heb social media er al afgeflikkerd. Dus jij gaat nu volwassen dingen doen. Ik heb niks meer te doen met mijn leven, dus ik ga een legpuzzel weer beginnen. Met Disney. Leuk toch? Tot zover deze shoplog. Het is woensdagavond 28 december en vanavond vindt hier achter mij in het Paard van Troje de uitreiking plaats van de Haagse Song van het jaar. Ik weet stiekem al wat de uitslag is. Al die mensen die daar voor de deur staan, die weten dat nog niet en ik ga het ze nog niet vertellen. Het wordt een hele leuke live uitzending ook op Den Haag FM te volgen met een optredens van een aantal kanshebbers en gewoon één groot feest. Den Haag FM, dus live bij het Paard van Troje. Ik ben Justin van Kijk en ik doe dit vanavond niet alleen. Ik ben samen met mijn grote vriendin Julie Hauer van Den Haag FM. En mijn grote vriend Jurie Gordijn van 3 voor 12 Den Haag. En ja, vanavond maken we natuurlijk bekend wie het allerbeste liedje van 2016 heeft gemaakt in Den Haag. En die kunnen we natuurlijk niet met lege handen naar huis sturen. Dus hebben wij vorig jaar een fantastisch mooie bokaal laten maken. Oh, vorig jaar was het alleen een boomstam. Toen hebben de vrienden van Piñata, de eerste winnaars van de Haagse Song van het jaar, er allemaal dingetjes aangemaakt, daarover later meer. En vanavond krijgt hij dus een nieuw thuis. Caused by the fear of losing you. Nou, daar gaan we dan. En weg, en weg, en weg, en weg. Heb je alles gehad? Nou, ik moet nog even uitloggen op de computer. Dat wordt beeld. Nou, het is 1 januari. Tijd dus om eigenlijk de challenge te gaan volgen. De No Social Media Challenge. Toch zelf? En de No Jeroen en Bianca in beeld challenge. Ja. Die doet zelf. Ja, we hebben natuurlijk aangekondigd No Social Media te gaan doen in januari. Dus, het is 1 januari. Dan gaan we er weer stoppen. Ik moet al wel vast eventjes één dingetje bekennen. Ik zat een half uurtje geleden op de bank. Toen heb ik eigenlijk al gewoon uit puur automatisme heb ik Facebook geopend. Dus gewoon Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest van mijn telefoon af gegooid. Ik ga nu op de computer ook eventjes uitloggen. Wat trouwens wel grappig is dat als je met Facebook wilt stoppen, maar dan zeg je ik wil deactiveren, ik wil gewoon eigenlijk een tijdje stoppen en ik wil er niks van zien. En dan gaan ze je toch nog proberen om binnen te halen. Zo van, oh ja, maar je kan ook gewoon jezelf afmelden, hè? Retentie heet dat. Dus ja, rete irritant. Zo heet dat. Nou, dat. Afmelden. Hopskee, uitgelogd. En dan was er nog een dingetje wat ik van plan was. En daar heb ik deze voor nodig.
Nog even met schimmertje langs. Toen was het weer lekker glad. Als je het ook zo fijn vindt dat ik weer helemaal glad ben, geef deze video dan even een duimpje omhoog. Als je denkt van Jeroen, laat alsjeblieft die baard weer staan, mag je het even in de reactie hieronder zetten. Tot zover deze video. Leuk dat je keek. Tot komende zondag. Was het je trouwens opgevallen dat we de vormgeving een beetje aangepast hebben? Je zag al een nieuwe leader, nieuwe bumpertjes en ook die pijltjes hier, hier en hier. Dat is echt voor het eerst dat ik een animatie heb gemaakt, dus laat eventjes weten wat je ervan vindt.